We zijn hier met Actief Almelo, Matthijs Soetboer. Wat is er vandaag gedaan? We hebben vandaag een zaalvoetbaltoernooitje gehad. Eerst van de leeftijd 6 tot en met 9. En daarna hebben we een toernooitje gehad 9 tot en met 12. Veel verschillende leerlingen, echt vanuit alle leeftijdscategorieën. En we hebben meerdere partijtjes gespeeld, af en toe een keer wat van teams gewisseld. En met de jongste groep zelfs een kleine voetbaltraining gehad. Dus erg leuke ochtend op deze manier. Kijk aan, en hoe was de opkomst? De opkomst was vrij goed, gemiddeld zo'n 20 kinderen per groep. En ik moet zeggen dat het ook fanatiek eraan toe ging. Dus ook iedereen die er was, actief aanwezig, druk bezig. En leuke opkomst, absoluut. Hoe vaak gebeurt het ongeveer? Eigenlijk hebben we de hele vakantie door de activiteiten. Van inderdaad nerf battles tot aan voetbaltoernooitjes. Morgen is er ook nog een sportspektakel. Dan wordt eigenlijk de hele zaal volgebouwd met gymmogelijkheden. Van klimmen en springen tot aan voetballen en hockeyen. Dus eigenlijk de hele vakantie door. Top. En hoe voelt het zelf gaan vandaag? Leuk, ja. Ik word altijd enthousiast op het moment dat hier dan die kinderen binnenkomen stormen. En vol plezier en enthousiasme hier binnenkomen, ja, daar krijg je zelf ook energie van. Dus ik vind het heerlijk gaan op deze manier. Samen met mijn collega, dus op deze manier kunnen we het prima regelen.